waar ik altijd in geïnteresseerd ben geweest, zijn verschillen in hoe mensen tot kennis komen en de rol die kennis speelt binnen democratische systemen. Mijn onderzoek gaat over online conflict en conflictmoderatie rondom klimaat en duurzaamheid. Een voorbeeld van wat ik onderzoek zijn de sociale media platforms van Extinction Rebellion. Ik ben vooral geïnteresseerd in moderatie. Dus hoe gaan mensen om met conflict? Hoe worden bepaalde gesprekken, interacties, bepaalde berichten gemodereerd door platformhouders of door social media teams? En hoe gaan mensen op die platforms daarmee om? Ik ben Mautus Indy. Ik doe promotieonderzoek aan de Universiteit van Maastricht, faculteit van Cultuur en Maatschappijwetenschappen. En ik doe onderzoek naar online conflict vanuit een filosofische invalshoek. Mijn onderzoek is een digitale etnografie. Dat houdt in dat ik langdurig kwalitatief onderzoek doe op een klein aantal verschillende platforms. Ik observeer heel veel online interacties, dus die lees ik, daar maak ik notities over. En ik probeer banden te creëren met de mensen van de social media teams, maar ook met normale mensen, zeg maar, die meedoen met die discussies online of die comments plaatsen. En dan benader ik die mensen ook voor verdiepte interviews, dus ik neem ook interviews af. Het doel van mijn onderzoek is om te begrijpen hoe platformgebruikers omgaan met meningsverschillen rondom klimaat en duurzaamheid. Ja, of we het nu leuk vinden of niet, online platforms worden een steeds groter en belangrijker onderdeel van onze maatschappij. En ik denk dat als we willen begrijpen hoe we maatschappelijke thema's en challenges zoals klimaatverandering willen tackelen, dan moeten we kijken naar wat er gebeurt op online platforms en hoe mensen daar een mening vormen over dat soort maatschappelijke problematiek. Ik hoop dat mijn onderzoek kan bijdragen aan het beter begrijpen van hoe die online interacties plaatsvinden en de rol die zij spelen in ons democratische systeem.